Wil je nog meer Wie is de Mol? Doe dan tijdens de uitzending zelf mee op live.avro.nl. En misschien ga jij volgend seizoen mee op reis. Op links een olifant, op links een olifant. 9 uur. Oh, ze staat vast. Krijg ze het voor elkaar. Ja! De mollen hebben zich bekendgemaakt, dus iedereen doet zijn ogen weer dicht. Daniel, wat doe je daar? Nee, ik speel gewoon een spel. Ah, Paulien! 3 jokers, voor jou. Naar mijn idee heeft ze niet eens nodig. En die 1500 euro neem ik mee. Tim. Caroline is haar maatje kwijt. Die voelt zich eenzaam. Dus dat moet zich een beetje reshuffelen. Ze heeft mij nog. Ze vertelt mij heel veel. Ik vertel haar ook heel veel. Oké, we gaan naar links. Ik zie kleine vliegtuigjes net. Aha. Tania, Zaraida en Kees is wel een soort groepje. Klein vliegtuigje, I'm not very happy about it. Ja. En Daniel is meer een soort satellietfiguur, geloof ik. Ja, nu zit ik in principe natuurlijk met 4,5 vrouw hier. Dat is verder helemaal niet erg. Maar het begint wel een beetje een kippenhok te worden. Als hoogte is niet je ding zijn. Oh, je bent nu al bang voor nu, voor iets waar je nog niet van weet wat we gaan doen. En ben je nu al bang voor? Nee, niet bang. Ik voel het in mijn buik. Ik voel spanning. Voel jij geen spanning, je afgestompte ziel? Maar als het moet om van A naar B te komen. Ik moet hem even zien. Het vliegtuig. Ja. Oké, we gaan naar links. We gaan op het vliegtuig. Dat is best een. Dat is maar een vet vliegtuig. Er stond daar een prachtige, echt waar. Een prachtige, chrome, blinkende, zilveren vogel op ons te wachten. Heel oud, we gaan toch met wat gaan? Ja, met die spoelen, met die glimmen. Want de andere is helemaal niet fotogeniek. Nee, de andere is heel saai. En ik mag vliegen, want ik ben Tom de piloot natuurlijk. Ik ben Tom de piloot gewoon. Wie is Tom de piloot? Uit Gooise Vrouwen. Ik mag gewoon vliegen. Oh, sorry, we hebben je werk helemaal niet paraat. Nee, sorry. Niks gezien van jou. Je hele oeuvre. Maar ja, het is langs ons heen gegaan. Ja, wat gênant. Tim kreeg een tweede kans nadat hij in aflevering 3 al een rood scherm te zien kreeg. Een strategisch voordeel. Hij had kunnen weten dat hij fout zat. En nog verspeelde hij die kans. Uit koppigheid, zoals hij zelf zei. Met zijn vertrek lijkt er een nieuw spel gespeeld te worden in de groep. Hoe dan ook, de overgebleven 6 kandidaten reizen in stijl door naar de Drakensbergen. Met deze Dakota. Onderweg kunnen ze, als ze goed opletten, belangrijke informatie inwinnen over de komende test. Er is onderweg dus maar 1 persoon die kan ontspannen. En dat is de mol. Ja, het is duur, want hij heeft zijn handen los. Nee, echt? Going up a little bit. We're
little bit young. We're sitting at 10,000 feet above sea level. Oh, wat gaaf! Paulien mocht vliegen. Paulien mocht het stuur vasthouden van een DC-3. Nou, dat was volgens mij te gek. En we moesten daar een opdracht doen. Ze krijgt een envelop. Krijgt ze een envelop? Ze krijgt een envelop. Hoe zit dat? Goedemorgen. Welkom aan boord van de Dakota DC-3 uit 1943. Ik zit daar en de echte piloot geeft mij een envelop met twee kaartjes erin. En toen was de bedoeling dat ik door de intercom de informatie van die kaartjes voor ging lezen. Wij vliegen nu over Swaziland. Dit land heeft een oppervlakte van de helft van Nederland en er wonen iets meer dan 1 miljoen mensen. We hadden vrij snel door dat we dat waarschijnlijk moesten opschrijven, dus we zijn allemaal met boekjes als een gek gaan opschrijven. Swaziland. Swaziland is sinds 1968 onafhankelijk van Groot-Brittannië. Sindsdien regeert koning Beswati III met harde hand over het land als absoluut monarch. We hadden het al gelijk door, want Paulien was dus de eerste kandidaat die las dat stukje voor. En midden in dat verhaaltje stond een zin van... Hij leest geen kranten, maar welke de mol leest zal een vraag zijn bij de volgende test. In de volgende test wordt deze vraag gesteld over de mol. Straks meer informatie vanuit de cockpit. Oké, heb je het beknopt opgeschreven? Ja, we zijn nu over Swaziland. Er wonen 1 miljoen mensen. Dankie. Dank je. Iemand, ik denk de koning of zo. Hij zei ook nog iets over de koning en zijn zoon die de absolute macht houden. Let op, 13 vrouwen, 24 kinderen. Een kwart van de bevolking heeft AIDS. Dat heb ik. Nou, alles keurig voorgelezen. Plichtsgetrouw als ik ben. Hoi! Je was geweldig. Je was super. Ja, was leuk. Nou, de piloot deed echt zijn handen van het stuur af en ik zo. En dan voel je aan dat stuurtje zo een beetje zo flink, flink, flink. En ik zo. Maar het is heel gaaf wat je ziet, is alles echt zo, hè? Toen kwam Paulien terug en toen mocht ik. Oh ja, nou, je looks like a real pilot. Ja, ja. Put your glasses on. Oh yeah. Ik zit te denken, hè. Als nou iedereen... Zijn eigen verhaal onthoudt. Ja, maar er zit ook... Paulien had ook een vraag van... In de volgende test moet je die vraag stellen. Ja. Ja. Ga je dat delen? Ja. Met de groep? Ja. Aan de ene kant vind ik dat, dat deze groep nog steeds te lief is voor elkaar. Ja, ik ben even hard op aan het denken, hè. Ja, ik snap je. Ik zei niet dat ik het doe, maar doe gewoon even... Tuurlijk. Ik kan die informatie natuurlijk ook gewoon voor mezelf houden. Als ik die informatie voor mezelf hou, weet ik dat die vraag eraan komt. En kan ik me gaan richten op die vraag. En dan weet ik zeker dat ik die vraag goed ga beantwoorden. Het is wel opvallend ook weer. This is awesome. Als je in die cockpit komt, heb je van links tot rechts alleen maar uitzicht. Je hebt de horizon voor je en dat stuur in je handen. En een piloot ernaast die echt dit doet. Waardoor je denkt, oké. Als ik het nou echt een kutspel vind, dan hoef ik alleen maar dit te doen. Wij zitten nu in het vliegtuig en ik zal jullie vertellen dat als je nu links uit het raampje kijkt, dan zie je het stadje Ermelo. In Ermelo zijn ruïnes aangetroffen van een nederzetting die teruggaat tot 1400. Tijdens dat ik dus aan het vliegen was, moest ik ook een tekst voorlezen. En mijn tekst ging over Almelo of Ermelo. Tijdens de Tweede Boerenoorlog werd het nog jonge dorp door brand bijna volledig verwoest. Hoe dan ook, na de oorlog stond alleen de kerk nog overeind. De kerk stond ook overeind. Dank voor uw aandacht. Straks meer informatie vanuit de cockpit. Was dat het? Was er geen molboodschap in? Volgens mij was Carolien behoorlijk aan het mollen. Ik had niet gehoord wat de vraag was aan de mol. Ze had het niet gezegd. Nou, mij stond het er letterlijk bij. Ja, oké, maar misschien heeft zij besloten dat ze die informatie niet deelt. Dat zou het kunnen. Tania, jij hebt het goed gehoord? Ja. Dit zal je niet verrassen, maar ik ben geen held met vliegen. En ik dacht, nou, zo'n klein vliegtuigje nog nooit ingezeten. Hoe voelt dat dan? Oh, mijn God. Ik dacht, oh, mijn God. Is dit echt... Toen zei hij, je mag ook sturen. En toen dacht ik, nee, kijk wel. Oh, I cannot touch it, wait. Ik kreeg een envelop en ik vond dat moeilijk, want ik
wist dat ik wat moest gaan voorlezen, een belangrijke tekst. Maar ik was zo overweldigd door wat er allemaal in die cockpit gebeurde en wat er allemaal te zien was. Dat ik mezelf echt even erbij moest roepen van oké, goed gaan voorlezen. Het dorp Ezamokule, dat vlakbij Amersfoort ligt, draagt voor een groot deel bij aan de economie van Amersfoort. Ik las het op, maar ik wist helemaal niet wat ik nou las. Wat heeft de mol altijd bij zich, is een vraag. Het nieuwe dorp werd vernoemd naar de voormalige woonplaats van de Nederlandse boeren die zich vestigden in Zuid-Afrika. Dank voor uw aandacht. Straks meer informatie vanuit de cockpit. Hebben jullie mij goed kunnen verstaan? Ja, deels goed. Ja. Oké. Okay. Had jij twee briefjes, Paulien? Ja, ik had er twee. Ja, jij ook? Twee. Had jij ook twee briefjes? Ik had één briefje. Dan vond ik het ook raar van mijn vriendin Sarayda dat zij zei dat ze maar één kaartje had. Iedereen had twee kaartjes. Haar verhaal was ook heel kort. Maar misschien is ze, omdat ze vliegangst heeft, in de stress alleen maar gekeken en eruit gehaald, ik heb één kaartje. En niet gekeken dat ze nog een kaartje had. Dus ik heb zo'n gevoel dat we dan wat informatie missen. In mijn verhaaltje hadden we het over de Zulu's die dan tegen elkaar strijden en dan hun beloning was lekker eten. Dus wat is het lekkerste gerecht van de mol? This is unbelievable. Can I make a turn? Ja, let's turn left about 10 degrees. Okay, here we go. We vliegen nu over de voet van de Drakensbergen. Ja. Boven de stad Ladysmith. Deze stad is vooral bekend omdat het de thuishaven is van a cappella groep Ladysmith Black Mambazo. Ik had een voorsprong kunnen kweken, alleen in dit stadium van het programma en van het spel is het denk ik ook goed om nog eventjes dat groepsverband een beetje in stand te houden. Welke cd neemt de mol mee, is een vraag bij de volgende test. Heet deze bergketen Kalamba, wat barrière van speren betekent? Ik heb gewoon in het Dakota gevlogen. In de Drakensbergen kun je heel goed op vakantie gedaan. Echt te vet. Waanzinnig. Wat de favoriete vakantiebestemming is van de mol, is een vraag bij de volgende test. Ik dank u voor uw aandacht. Ik heb helemaal. Heb je alles? Ik heb niet alles, want sommige dingen hoor je niet, maar wel veel. Sarayda was de enige met één briefje, jongens. Bel dat niet aan. Maar waarschijnlijk heb je alleen maar dit van uitzien. Want zo incasseer ik de magie van wat ik allemaal meemaak hier. Ja. Wat je zo hebt. Ik heb geen moment getwijfeld om sommige informatie voor mezelf te houden. Dat heeft ermee te maken dat ik heb dat niet in me. Ik denk op dat moment alleen maar, oh, er is een taak die ik moet uitvoeren. Dat ga ik zo goed mogelijk doen. En ik vind dat soms een beetje, ja, het is wel heel braaf. Oké, ik denk dat we nu moeten gaan leren aan die dingen, die informatie uit die vliegtuig. Want alles wat we nu besteden aan quizvragen gaat gewoon rechtstreeks ten koste van de opdracht. Ja. Caroline, jij begon, hè? Ja. Toen? Caroline? Elke vraag die betrekking had tot de mol die in de test zou komen, had betrekking op je verhaaltje. Caroline. Haar verhaal zei
Toen wij vroegen aan haar wat de vraag was voor de mol, want die heeft zij namelijk niet genoemd op het moment dat zij die informatie doorgaf via de intercom. Toen wij dat vroegen, toen zei ze: wat is de mol zijn vieste gerecht? Haar verhaal had werkelijk niks met eten te maken. Wacht iemand die drie brandende vragen van jou gaat beantwoorden. Ja? Of dat naar waarheid gebeurt of niet, heb je zelf in de hand. Oké. Ik ga jou zo dadelijk een aantal vragen stellen. Ja? Heb je die allemaal goed? Klinkt de waarheid. Maak je een fout, wordt naar eigen inzicht geantwoord. Misschien de waarheid, misschien een leugen. Oké. Okay. Klaar voor de vragen? Nee. Maar oké, laat me komen. Trouwens, hier binnen wacht de mol. Ik ga tegen de mol praten? En die moet dan antwoord geven op de vraag wat ik stel. Als ik dus alle vragen goed had, dan zou de mol de waarheid vertellen. Klaar voor mijn vragen? De eerste. Ja? Wat was het antwoord van Ewout op zijn laatste testvraag? Ik weet denk veel. Ik was veel te veel bezig met mijn mol. Ik weet het gewoon helemaal niet. Daniel. Wat was het antwoord van Joep op zijn laatste testvraag? Tim. Wat was het antwoord van Janine op haar laatste testvraag? Oh, ik ben helemaal... Ik zeg Kees. Ik gok. De laatste vraag. Wat was het antwoord van Tim op zijn laatste testvraag? Oh, daar was ik echt helemaal niet mee bezig. Het enige wat ik kon bedenken is dat Tim mij zou hebben. Mij. Oké. Dankjewel. Beste mol, ben jij een man? En dan gaf de mol antwoord met een akkoord. Dus als zijn antwoord nee was, hoor je... En als zijn antwoord ja is, hoor je... Nee. Heb jij kinderen? Ja,
Nou, het is toch idioot? Want als dat de waarheid is, is de Mol een vrouw en heeft die kinderen. Ik ben de enige. Heb je kort haar? Dus het is een langharige, kindbarende, vrouwelijke mol. Die combi zit er niet in bij ons. Dus ik had dus antwoorden fout gegeven. Paulien. Ja? Ik ga jou zo dadelijk een aantal vragen stellen. Ja. Ik had me volledig voorbereid op zeer vele feiten over Swaziland. Koning Mswati III, de vader van koning Mswati III, jaartallen, boerenoorlogen. En ik wist het eigenlijk allemaal. Klaar voor de vragen? Ja. Eén ding. De persoon die hier binnen wacht, is de mol. Oké. Okay. Oh, man. Ik word nu alweer helemaal gek van. Oké, ja? Vraag 1. Wat was het antwoord van Ewout op zijn laatste testvraag? Oh, fuck. Oké. Ik ben voor de 1000ste keer in dit spel heel erg op het verkeerde been gezet. Dit gaat helemaal niet over historische feiten waar ik dol op ben. Dit gaat over testvragen. Gelukkig is de laatste testvraag is altijd de vraag wie is de mol. Dus dan weet je op zich dat het een naam moet zijn. Daniel. Wat was het antwoord van Joep op zijn laatste testvraag? Janine. Wat was het antwoord van Janine op haar laatste testvraag? Ik zeg Tania. Wat was het antwoord van Tim op zijn laatste testvraag? Paulien. Dankjewel. Daarheen lopen? Mm-hmm. Ja. Enorme zaal, enorm orgel, kaarsen die naar een microfoon toe liepen. En toen stond ik daar eenmaal. En het kostte mij nog heel lang om te beseffen, hey, er zit een organist. En die organist was de mol. Ben je een man? Nee, dan zie je niet. Ben je geboren in Purmerend? Dat vroeg ik, omdat ik Kees verdenk. Kees is geboren in Purmerend. Hou je van meloen? Mijn derde vraag was een vraag die meer betrekking had op Tania, voor alle zekerheid. En toen kreeg ik weer een nee. Dankjewel. Wat was het antwoord van Ewout op zijn laatste testvraag? Daniel. 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 Wat was het antwoord van Joep op zijn laatste testvraag? Ook Daniel. Daniel. Janine. Dat weet ik niet, maar ik denk Sarayda. Wat was het antwoord van Janine op haar laatste testvraag? Tim. Kees. Tim. Kees. Laatste vraag. Wat was het antwoord van Tim op zijn laatste testvraag? Paulien. Daniel. Carolien. Paulien. Ben je blank? Ben je cabaretier? Ben je Carolien? Hoe je het ook vindt of keert, je weet helemaal niks. Dit was gewoon puur gewoon om een soort chaos te creëren in je hoofd. Ben je een man?
vond je één goudklompje in de rivieropdracht. Hou je van salsa? Ben jij een man? Mol. Ben jij blank? Ben jij een cabaretier? Vraag 2. Ben jij de mol in het bezit geweest van jokers? Vraag 3. Sliep jij de mol gisteravond op een kamer met Carolien? Dankjewel. Denk je dat jij die vier vragen Ja, met uitzondering van 1. Ik weet dat ik er 3 zeker had. Janine, ik wist ik niet zeker. Janine wist ik ook niet zeker. Wat heb jij gedaan? Zullen we tegelijkertijd zeggen? 1, 2, 3, Kees. Tania. Shit. Zij wist precies hetzelfde als ik, zeker. Dus de vraag van Ewout, de vraag van Joep en de vraag van Tim. Maar voor haar was ook de vraag van Janine. Die wist ze niet. En zij heeft geantwoord Kees. En als jij wel alle vier voelt, heb je dan een conclusie? Ja, dan is het Sarayda. Oh. Er kon een kans zijn dat ik de vragen goed had beantwoord, omdat ik er maar over 1 twijfelde. Maar ik heb uiteindelijk ga ik niet keihard af op de conclusie die ik heb gekregen naar aanleiding van mijn molvragen. Al waren ze wel coherent. Wow. Oh. Bizar toch? En ik dat? De hele tijd dat praatje uit mijn hoofd leren. 19 zoveel, 18 zoveel. Wat was bizar, dit? Deze hè? Zag ik echt niet aankomen. Ja. En met die kaarsen zo. Oh. Zijn en dan dat. Ja. En ik dacht echt wel. Ik krijg echt kippenvel. Ja, vervolgens kwam Kees naar buiten. En die begon meteen heel open te vertellen over wat hij had geantwoord op de vragen van Art. Tim, denk ik zeker te weten. Die Janine, die zat op mij, dat weet ik zeker. Dus ik... Hoe weet je dat eigenlijk, dat ze op jou zat? Janine, dat straalt van al uit geboren is. Echt waar? Ja. Als dat zo was, dan had Caroline alle antwoorden goed. En dan heeft de mol naar waarheid moeten antwoorden aan haar. En dan zou Sarayda de mol zijn. Wat voor soort mindfuck is dit? Het is één grote verwarring. Daarna kom je weer bij elkaar en dan merk ik dat ik naar iedereen kijk. Alsof ik in de ogen van iemand wil zien, ja, jij bent de mol. Maar dat gebeurt natuurlijk ook niet. Hallo. Ja, die heb ik ook gekregen. Wat hallo? Nee, je deed zo gek. Oh. Ik vraag even waarom je zo gek doet. Wij zitten nu bij Drakenberg. Een soort heel lang berggedeelte. En het is gewoon zo enorm groot. En altijd toen ik dacht van, oh, Afrika. Denk je dan zo'n woestijnachtig en hutten en dan olifanten die dan met water over hun schouders met de slurven doen. Maar ik dacht niet aan enorme bergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Drakensbergen. Deze omgeving nodigt uit tot een frisse ochtendwandeling. Die gaan jullie dan ook maken. Ik wacht jullie op aan het einde. En daar moet de penningmeester trouwens een moeilijke beslissing nemen. Tot zo. Oh.
zou er dan moeten gebeuren? Ja, weet ik veel. Art zei dat er een zware opdracht aankwam voor de penningmeester. Dus dat kwam ook aan bij Tania. En Tania dacht bij zichzelf, goh, laat ik weer eens een keertje naar die pot gaan kijken of ik die pot nog heb. Eén rondje, één plekje kan het nog zijn. Ik kan me zelfs niet helemaal niks van herinneren dat ik het hier in zou hebben gezet. Vanochtend kwam ik erachter dat mijn envelopje met de hele pot weg was. Ik denk dat de mol heeft toegeslagen. Echt waar? Ik van hoe anders. Serieus. Maar waar had je het voor het laatst? Voor het laatst had ik toen wel een opdracht had. Ik ben helemaal in paniek, wacht even. Toen we die opdracht hadden gedaan met die pannen en het smelten van die sleutel. Toen hadden we dus 2500 euro met die kluis. Ja, oh, en dan zoveel dus in. En dus is de enige manier, want ik vaak op. Maar even dan voor, ik heb die pot nog nooit in mijn poten gehad. Nee, ik heb hem nog nooit in mijn handen gehad, maar ik ga toch kijken, want ik word helemaal gek nu. Oh nee, 10.000 euro. 10.000 euro? Het kan niet, het kan niet. Vanaf dat moment weet ik het niet meer. Oh. En dus ik had helemaal altijd gedacht van, het is in mijn broekzak, het zit in mijn broekzak. Alles. Het enige moment dat het geld niet in achter slot en grendel bij mij was, was dus na de eliminatieronde. Hoe kan het nou zijn dat ik dus 10.000 plus euro kwijt ben? Hoe ga ik de anderen vertellen? I'm gonna fucking kill you, echt waar. Ik moet zelf zeggen. Jongens, ik heb de pot altijd in mijn tas en mijn tas zit op slot. Altijd. Toen we de opdracht hadden om dat ding in te doen in het water, we hebben toen geld gekregen. Ja. Heb ik het erin gedaan en ik heb hem weer in mijn achterbroekzak gedaan, want het is de enige broekzak die ik heb. Maar heb je toen je 's avonds hem niet in je broek vond, heb je toen niet gecheckt of hij in de tas zat? Ik was er gewoon niet mee bezig op een of andere manier. Maar de volgende dag dus ook niet? Nee, want op een of andere manier heb ik gewoon in mijn hoofd, oh, die pot, daar denk ik niet over na. Die pot is gewoon in mijn tas en op slot. En dan heb ik altijd mijn tas op slot. Maar die handeling dat ik op dat moment moest doen, heb ik niet teruggedaan. En hij is weg. Tania, ja? Ik vind het heel vervelend dat je dit moment nu eventjes zo moet meemaken. Maar wij zaten er eigenlijk op te wachten. Maar wij hebben het namelijk gevonden. Oh, oh god. En wij vonden... Oh. Waar hebben jullie dat gevonden? Op de vloer in de bus. Oh. Zie je dat? Omdat het in mijn broek zat was. Maar goed, ja. Het is niet dat ik je niet vertrouw, alleen... Oh. Wij wilden... Het is echt niet... Ik ben echt helemaal panisch nu, hè? We wilden eventjes, want we zijn nu anderhalve week met z'n tienen keihard aan het knokken om dat geld te verzamelen. Ik wil dat ding niet in mijn handen hebben. Ik geef mijn taak op als penningmeester. We wilden alleen eventjes dat je zelf ook eventjes doorhad dat dit best wel een dingetje was. Ja, want wij lagen ja. Midden in de nacht te slapen en Daniel tikt me aan. Hij zegt, kijk even wat ik hier vind. Toen lag die envelop zo in de bus. Als je een envelop bij je hebt van meer dan 10.000 euro, ik dacht dan check je dat elke avond wel, weet je? Nou, daarom... weet je wat we hier hebben elke avond? Je maakt de avonden mee. Ja. Dan is het gewoon hup erin en hup weer eruit. Ik heb en meegevoeld met Tania, die zich natuurlijk enorm kut voelde over het verliezen van de pot. En ik heb ook gesnapt dat Daniel en Kees het moment hebben gebruikt om de collega's te testen. Ja, oké. Dus de pot klopt. Ik zou graag Daniel willen nomineren als penningmeester. Aangezien hij dit ook accuraat heeft geconstateerd. En hij de oudste is. Tania wilde de pot nog niet met een 3 meter lange staaf aanraken. De pot was besmet. Ik vind Kees ook een goeie. Ik zeg het er toch even bij. Ben ik ook. Ik ben ook al voor Daniel. Ik wil het graag doen, maakt mij geen fluit uit. Het maakt mij ook geen fluit uit. Ik vind Kees ook absoluut helemaal goed. Zullen we stemmen?
Ja, graag. Ik heb een paar dagen al met Kees een kamer gedeeld. En dat is echt een beetje precies. 1, 2, 3. Kees, jij bent een... Ik dacht echt dat de afgelopen 6 afleveringen gewoon helemaal voor babkes waren geweest. Voor niks. Okay, ik zag jou ook. Ik moest bijna huilen. Ja, ik zag ik jou moest bijna op. Huilen. Nou, dat is natuurlijk totaal kut. Deze wervelstorm kwamen we aan bij een soort ranch. En wij dachten dat we een wandeling zouden gaan maken. Maar toen kregen we te horen dat we dat te paard zouden doen. Op het paard zelf zitten was voor mij niet een angstig iets of zo. Maar ik had wel gevraagd of ik dan gewoon zo'n kermispaard kon krijgen. Die dan de hele dag in rondjes gaat. Heel zielig eigenlijk voor die paard. De hele dag in rondjes met zo'n kindje erop. Maar dan weet ik zeker... Er is niks aan de hand. En ik kreeg zo'n paard. En Caroline, die echt paard kan rijden, die kreeg dan echt zo'n stoere paard. Zo van, dan kan je wel wat mee. Die paarden waren een beetje nors. En die van mij was een soort debiel. Die sprong over alles heen. En het was niet echt het allerbeste paard, geloof ik. Jouw paard is aan het mollen. Mijn paard is kaart aan het mollen. Kom. Het idee was dat we met de paarden de berg op gingen, een route door de bergen zouden nemen. En dat we bij een aantal punten puzzelstukken kregen. Die puzzelstukken moesten we verzamelen. Hey, en je mocht niet van je paard af. Je moest dat puzzelstuk verzamelen terwijl je op je paard zat. Oh, damn. Kan iemand anders dat doen? Bij het eerste paaltje met de puzzelstukjes ben ik ook meteen voorbij gelopen. Want ik kon helemaal niet stoppen met dat beest. Kun je iemand die houtjes pakken? Daan? Ja, ik ben ermee bezig. Chill. De eerste tafel, daar ging Daniel mee aan de slag. Nou, en dat was meteen heel ingewikkeld. Lukt het, Daan? Kom maar. Daan? Nou, hij staat stil. Wacht even, ik moet even de sleutel omdraaien. Kijk, een paard is eigenlijk een vrij dom beest. Het is namelijk een van de weinige dieren die accepteert dat hij een ruiter op zijn rug heeft. Sorry, meisjes, dat ik jullie droom hier verrag, maar echt waar. Stop. Het is niet anders. Probeer maar eens op de rug van een koe te zitten. Dat gaat niet lukken. Rustig, 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 rustig. Ik zag hoe Daniel dat deed en hoe dat paard bijna weg was gerend. En toen dacht ik, oké, ik ga niet in de buurt van die tafels komen, überhaupt. Door de bergen en het uitzicht was wederom, ik zeg het elke keer, maar het was echt wederom adembenemen. Het was zo vreselijk mooi. Heb je er 1 of 2, Caro? Doe het. Je bent de koning. Uiteindelijk heeft Kees 1 puzzelstuk gepakt, Daniel heeft er 3 gepakt en ik heb er 6 gepakt. Dus in totaal hebben we 10 puzzelstukken verzameld. Na een prachtige rit door de berg met het meest wonderlijke uitzicht, komen wij bovenop de berg aan. En wij zien daar staan... een helikopter en een puzzeltafel. Dus onze radartjes die beginnen te draaien. Wat moeten we doen, wat moeten we doen, wat moeten we doen? Zo, genoten van het uitzicht? Zeker. Ja. Onderweg zijn jullie, als het goed is, puzzelstukken tegengekomen. En daarmee zou het ook jullie moeten lukken een simpele puzzel op te lossen. Nou, Art. Nou. 3 minuten krijgen jullie daarvoor. Oh, en als het lukt, dan kunnen jullie erachter komen waar hier in deze bergen geld op jullie ligt te wachten. Tijd loopt nu. Polly, jij kan dit goed. Caroline riep meteen, Paulien, jij kan puzzelen.
Dus ik denk dat Caroline wilde dat ik gewoon zo Rain Man-achtig naar die puzzelstukjes zou kijken. En dat en dat die er dan zou liggen. Ik heb hier 3. Zitten er ergens 3 voor eruit? 3 puntjes? Ik heb 4 punten, waarvan 2... Wij zijn 3 puntjes voor eruit. Oh. Echt, we gingen als een zootje idioten sprongen we op die puzzel. En we proberen in elkaar te leggen, maar dat lukte dus niet. Oh, jongens, hier staat ook een pijl op. We staan echt te kloten. Ja, joh. De Jos die Ben die een puzzel in elkaar legt. Jongens, kom aan. Dit moet ons toch lukken. Misschien moeten we beginnen met die pijl. Want natuurlijk hebben we die pijl nodig. Dat zou toch raar zijn? Soms heb ik het idee dat dit een echt hele slimme mollengroep is. Maar toen we met die puzzel bezig gingen, dacht ik, ja, dit is echt gewoon een zwakzinnige tv. Jullie hebben nog 1 minuut. Zit ik andersom? Moet andersom. Andersom? Volgens mij moet die pijl in het midden, jongens. Heb ik het idee. Nou, volgens mij hebben we 2 puzzelstukjes aan elkaar gelegd. En de rest was echt... was verschrikkelijk. Wacht. Dit ertussenuit. Ja? 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 Oké. Okay. Ja, die kan. Ja? Ja. Okay. Oh, fuck. Nee, want je ziet die afdruk. Ah. Jullie tijd is om. Oh. We haalden het niet in die 3 minuten. Maar met die opdracht en het in elkaar zetten van de puzzel heb ik voor mijn gevoel de mol aan het werk gezien. Ik ben in een goede bui vandaag. €250 en dan mogen jullie een minuut puzzeltijd erbij kopen. Ja, gaat het überhaupt lukken? Ik denk dat we het er wel moeten wagen gewoon. Laten we gewoon 1 minuutje erbij doen. Ja, en kijken of het werkt. Jongens, we moeten wel alles op tafel hebben. Een minuutje erbij? Ja. Oké, de tijd loopt nu weer. Oké. Op zoek naar 2 gaatjes in het midden. Deze moeten we hebben, jongens. 2 gaatjes en 2 2 gaatjes, 2 piemeltjes. Ik heb hier 2 gaatjes, 2 piemeltjes. Ik heb hier ook 2. Ik heb hier ook 2 gaatjes. Noemen we die dingen echt piemeltjes? Ja. Het past als een bus. Oké. En toen kwam de tactiek om de puzzelstukjes te duiden met piemeltjes. De dingen die uitsteken en gaatjes waar je naar binnen moet. Ja. Oké. Wacht. Net op tijd. Zodra we het piemels en gaatjes gingen noemen, ging het van een leien dakje eigenlijk, hè? Zoals altijd. Uiteindelijk toch de puzzel in elkaar gekregen. Op die puzzel stond een enorme pijl en die wees naar de bergen. Daar. Wow. Dus op, dus je hebt rechts zo'n driehoekje, dat is een tandje, en dan links ervan is een kies. En, kies is en daar ligt geld? Ja. Superveel. Oh man. En toen zagen we zo'n pijl en precies in zo'n tandje kon je dus zien dat daar het geld was. Maar het was niet dichtbij, het was hoog in de bergen. Een puzzel van 5 stukken. En het lukt jullie niet om dat binnen 3 minuten op te lossen. Dus ik krijg nog geld van jullie. €250. Ik begrijp dat er een nieuwe penningmeester is. Dat klopt. Pot bij je of in de bus laten liggen? Nee, bij me. €250, alsjeblieft. €250. Ja. Dankjewel. Kees, de nieuwe penningmeester. Dat is een verantwoordelijke taak. Ja. Dus jij mag zo dadelijk met de helikopter op zoek naar geld. Nee, vet. Dat ik er niet meer ben. Echt leuk. Kleine ruimtes in de hoop. Cool. Ja. Echt heel cool. Veel succes. Nu naar de helikopter. Toen had ik wel eventjes spijt. Want de penningmeester die moest als enige in, let wel, in een hele vette helikopter mocht hij naar de Drakenberg vliegen. Want op de Drakenberg zouden 6 enveloppen liggen. Elk met 1 van onze namen erop. En in de envelop van de mol zou het meeste geld zitten. Dus hij mocht maar 1 envelop kiezen om mee terug te nemen. Boven die gigantische bergen te vliegen hier in Zuid-Afrika.
Ja, ik mocht één envelop openen. Eén envelop van degene waarvan ik denk dat dat de mol is. Ik heb nog eventjes getwijfeld, maar ik dacht, ja, ik laat mijn intuïtie niet in de steek. Ik ga gewoon voor Caroline. Er zat 1500 euro in. Niet slecht, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd welke keuze hij heeft gemaakt en welke envelop erbij zit. Ik ben echt benieuwd, jongen. Hij heeft nu gewoon informatie. Yeah. Wat heb je? Hoeveel? Hoeveel? Fucking gaaf, 1500. Ja, okay. Nou, mooi. Oké, Kees, in welke zat hij? Kees ging uit zijn plaat, echt. Dit was echt heel erg leuk om te zien. Zo gaaf. Nou, Kees komt terug met 1500 euro. Best een redelijk bedrag. Maar hij wil natuurlijk niet zeggen wie hij in gedachten had en welke kaart hij heeft gepakt en welke naam hij heeft gekozen. En heb je lang getwijfeld of heb je meteen op instinct wat gepakt? Ja, je moet je dus voorstellen dat die helikopter dus echt 4 meter Kees. Van je afstand te draaien. Oh. Geld meegenomen. Ja. Hoeveel? 1500. Gefeliciteerd. Jee. Kennis is macht. Zeker in Wie is de Mol. En toch hebben jullie de voorkennis over de test in de Dakota uit jullie handen laten glippen. Door alle vragen met elkaar te delen. Wat heeft de mol altijd bij zich? Welke cd neemt de mol mee is een vraag bij de volgende test. Weg is je voordeel ten opzichte van de rest. Bereid je dus voor op misschien wel de moeilijkste test tot nu toe. Oh jezus. Als wij die vraag nou gewoon voor ons hadden gehouden, had dat natuurlijk veel slimmer geweest. Want kennis is macht. Maar nee, wij moeten natuurlijk alles weer delen met de hele groep. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. De komende test vind ik best wel eng. We zijn nog maar met z'n zessen. Dus aangezien ik alleen een verbondje heb met Paulien, weet ik van de rest totaal niet waar ze staan. Dus nu zijn mijn twee grootste verdachten toch Kees en Zoraida. En nogmaals, als ik het fout heb, dan snap ik er gewoon helemaal niks meer van. Ik verdenk nog steeds Caroline. Omdat ze nog steeds heel erg fanatiek het spel speelt. Te fanatiek. En ook constant nog, naar mijn mening, andere mensen verdacht wil maken, zodat ze zelf maar niet verdacht wordt. Tania verdenk ik gewoon niet, eigenlijk. Ik bedoel, ik zie gewoon niet dat zij het is. Je was echt totaal overstuur over die pot. Daniel, ik zie het gewoon niet voor me. Het plan is nu inzetten op Kees en op Zoraida en dan zien we wel. Ik heb nieuwe verdachten, maar ik voel me een stuk minder zeker dan voordat Tim vertrok. Ik denk nu aan Daniel en aan Paulien. Omdat Paulien ontzettend slim is en ik heb gezien hoe bijna magisch zij het spel heeft gespeeld rond het kampvuur, waar zij ook eventjes de mol was. En hoe goed zij mensen op het verkeerde been kan zetten. En ze doet dat op zo'n slimme en elegante manier. Dat je haar dus niet verdenkt. Maar ik verdenk haar dus juist daarom. Ik ga inzetten op Caroline, Tania en een beetje Paulien. Caroline was heel dichtbij de geluidsbox. En zij zei, we gaan naar Amersfoort, we gaan naar Belfast. Ik zo, Belfast? Vind ik zo raar. Ik denk dat ik voor het eerst in mijn mollencarrière ga spreiden. Ik denk dat ik gewoon een deel zet op Daniel. Een ander deel op Caroline. Als ik nu een mol moet kiezen, pijn in mijn hart, Daniel. Misschien ben ik de mol wel.
Dat zou kunnen. In welke provincie ligt Amersfoort? In Mpumalanga. Mpumalanga. Kees. Welke Zuid-Afrikaanse groep speelde mee op het album Graceland van Paul Simon? Ladysmith's Black Mombasa. Paulien. Hoeveel vrouwen heeft de koning van Swaziland? 13. Goed. Tot zover de nutteloze kennis. Ja. Over naar de nuttige kennis, de testvragen. En daarvan kenden jullie er allemaal al 6. Dankzij jullie openheid. Dat betekent dat deze test beslist lijkt te zijn op basis van 14 vragen. Maar 14 vragen. Elke fout kan dus funest zijn. Tania? Hier houdt mijn avontuur op. Wat? Ja. Oké. Okay. Mag afscheid nemen, Tania? Ja. Op het moment dat zij dat rode scherm kreeg, toen sprongen de tranen me in mijn ogen. En toen dacht ik, ja, nu ben ik alleen. Ik heb echt superleuke vrienden erbij. Het is echt leuk. Nu ben ik alleen met mijn gedachtegang. En nu ben ik alleen met mijn hersenspinsels. En wat moet er van mij komen? Dat thuis, hè? Dag, lieverd. Dag, lieverd. Zo niet verwacht? Nee. Maar eigenlijk zijn we nu wel een beetje op het punt beland dat ik het eigenlijk van niemand meer verwacht. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Yep. Is it gonna happen again, partner? Tania. Art. Tranen. Ja. Het is toch wel heftig, hoor. Want het zijn maar weinig dagen, maar je maakt echt gewoon vrienden. En ik gun het hun allemaal dat ze dan winnen. Het meeste gun ik ze rijden. Het is echt een waanzinnige ervaring. En ja, wie is nou de mol? Dat blijft nog aan me knagen. Je hebt veel dingen gedaan die je vooraf niet kon verwachten, denk ik. Tussen de wilde dieren slapen. Ja, ook gewoon zo'n safari-bus middenin. Olifanten en ik vind het wel, ik ben er wel van gegroeid en ik denk dat ik deze ervaringen wel meeneem voor de rest van mijn leven en ik kom zeker terug naar Afrika, zeker. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Een vrijstelling voor de finale. Ik herhaal nog een keer voor je. Een vrijstelling voor de finale. Doe maar dat verhaal. Nee. Zo'n laser gun. Ga naar die groene vlaggetjes. Naar de eerste. Links, ja. Nu gaan. Ja, we hebben hem zo hard uitgelachen toen hij dat zei. Jezus. Ongelofelijke sukkelzak. Kijk nu naar Mol Talk op live.avro.nl en luister morgen vanaf 2 uur naar de Roadshow op Radio 2. Daar is Tania te gast.